De koninklijke familie weet Brabant goed te vinden de laatste dagen. Vorige week vrijdag was koningin Beatrix in onze provincie en vandaag was het de eer aan kroonprins Willem-Alexander. Hij deed mee aan een oefening met een Apache op vliegbasis Schilzerijen. Om 11:30 landde de kroonprins weer met beide benen op de grond. Hij had meegedaan aan een oefening tussen Apaches en militairen. Met als doel de groepen op de grond te ondersteunen tijdens een aanval. En de prins is geen onbekende, want hij heeft, zoals dat dan heet, zijn groot militair vliegbrevet. Je merkt dat hij heel snel oppikt en weet wat er gebeurt. En de missie uitvoeren, zeg maar, dat het kwartje heel snel valt. Hij kan zo instappen? Hij heeft het vandaag bewezen. De oefening verliep goed. Daarna sprak de prins nog met de militairen over de onzekere tijd bij Defensie vanwege de bezuinigingen. U mag een geheel intiem verhaal vertellen over uw problemen bij Defensie. Niemand luistert mee. Uiteraard moesten wij hier naar de zaal verlaten, zodat de prins echt nog in alle rust met de militairen kon praten.